Wij zijn in de afgelopen weken in overleg geweest met de regering en, laten we zeggen, de stakeholders ter zake deze vergadering waar we praten over de koersontwikkeling. En ik mag zeggen dat wij vanaf de eerste dag waar wij hier in het parlement te kennen hebben gegeven dat we met de regering in overleg wensen te treden over de koersontwikkeling, het deze president is die hier in het parlement is gekomen om te presenteren. De gedachtegang en de maatregelen vanuit de regering. En het is ook het parlement geweest die samen met de regering gediscussieerd heeft. En vandaag zijn wij op het punt om de tweede ronde in te gaan, voorzitter. We hebben ook tijden gekend hier in het parlement waar wij riepen naar de leiding van het land en die niet verscheen in het parlement. Maar goed, voorzitter, vaak vergeten we de zaken, maar het is goed om soms mensen te herinneren. Voorzitter, we weten dat ook. Dat binnen ons staatsbestel wij een wisselwerking hebben. Je hebt een regering die wordt, wij kiezen hier in het parlement de president en de vicepresident. Die vormen een regering en de regering heeft een regeerverantwoordelijkheid. En je hebt een parlement die namens het volk ervoor waakt waar er door de regering op gezette tijden en waar het nodig is, verantwoording wordt afgelegd. Die verantwoordelijkheid voor de regering om het land te besturen is des regering. En dat dient duidelijk te zijn. Die wisselwerking is dat die verantwoording ten alle tijde hier in het parlement afgelegd dient te worden. En daar zijn er wetten. Onze grondwet is duidelijk. Er zijn wetten, comptabele wetten, daar is duidelijk voor. Voor alles is dat zo fijn en goed mogelijk geregeld, voorzitter. Dus we moeten dat onderkennen. Laat me zeggen, voorzitter, dat na de eerste ronde en de presentatie van de regering in tweede ronde, wij als parlement besloten hebben om als commissie van financiën en commissie staatsuitgaven om de aantal stakeholders te horen en ook de regering bij in dit geval de minister van Financiën en de Centrale Bank. En laat me dank uitbrengen aan de stakeholders. We hebben hier gehad de VES, de Vereniging van Bankiers, Vereniging van Cambiohouders, we hebben de importeurs gehad, Vereniging van Importeurs van levensmiddelen en auto's. We hebben het bedrijfsleven gehad, VSB, ASFA, KKF, ACMOS. We hebben de verenigingen van, tenminste de exporteurs, goud, hout en agrarische producten, agrarische sector gehad, voorzitter. We hebben ook een presentatie gehad van een bedrijf FNBC, dat is meer goudbullions, voorzitter. Al met al, nogmaals dat wij dank uitbrengen aan de stakeholders, dat zij een enorme bijdrage hebben geleverd, waarbij wij vandaag kunnen geraken tot wat concrete voorstellen richting de regering. De regering heeft bij monden van de minister een nota gepresenteerd, zoals dat gevraagd was door de commissie, met bijdragers van de Centrale Bank. Die hebben we ontvangen. En we hoeven niet met alles eens te zijn, maar belangrijk is doelstelling en waarvoor we hier zijn, voorzitter, dat wij als staatsorganen gezamenlijk
een situatie wensen te creëren en willen geraken dat er rust is in die samenleving, dat er economische bedrijvigheid is, dat er een leefbaarheid voor die samenleving wordt verbeterd, voorzitter. En daarvoor zijn we, die verantwoordelijkheid hebben we, voorzitter. En belangrijk is dat we weten dat de overheid, en daar begin ik mee, niet meer kan uitgeven dan de inkomsten. En daar zijn er een aantal maatregelen voor. En laten we beginnen bij uitgavenzijde. Daar stellen we vast, voorzitter, dat er in een matrix aangegeven is dat subsidies afgeschaft zullen worden. Daar vragen we de regering duidelijkheid met betrekking tot het traject, hoe dat uitgezet wordt, of het nu water is, elektriciteit of gas. Laten we duidelijkheid naar die samenleving toe, want niets is prettiger dan wanneer we precies weten welke richting we gaan. Een ander concreet voorstel waar we wel een beroep doen op de leiding van het land, voorzitter, en dat is de kwestie van in het kader van uitgaven beperkende maatregelen, dat gunningen bij kabinetten en ministers, dat wat hergeëvalueerd wordt en de comptabele regels aangescherpt worden, voorzitter. Voorzitter, een andere zaak die op dit ogenblik speelt, en ik weet niet of u met mij mee kunt gaan, waar we wel een beroep willen doen. Ik weet wel dat heel wat voorbereidingen getroffen zijn, maar soms geeft het geen goed signaal. Alhoewel wij een multiculturele samenleving zijn en wij zeker wat jubileumjaren daarvan bekend staan om dat uitbundig te vieren, voorzitter, dat we wel letten op staatsuitgaven. En ik heb me laten vertellen dat er, ik weet niet, 20 of 30 miljoen wordt uitgegeven. Voorzitter, ik heb ook in andere hoedanigheid, hoe ik hier op het plein 135 jaar Hindoestaanse immigratie, ik geloof de grootste viering dat er ooit eens is gehouden, gedaan. Met een maandprogramma bijvoorbeeld. Met een uitgave, geloof ik, van bijkans toendertijd 500.000. Maar van de staat hadden we nog geen 25.000 gekregen. Dus ik wil hiermee een signaal sturen richting de regering. Dat we ook moeten kijken, laten we zoveel mogelijk organisaties binnen het geheel kennen, waarbij, laten we zeggen, kleine ondersteuningen worden gegeven, maar dat we ook de organisaties vragen om hun programma, zoals dat altijd gedaan is, om dat zo te doen. Dus gaan meer in het kader van uitgavenbeperkende maatregelen, voorzitter. Voorzitter, naar de inkomstenzijde, daar hebben we informatie gevraagd aan de regering met betrekking tot de implementatie van BTW. En we hebben nog geen informatie gehad. En ik wil vragen dat ook in de wetgeving, wij hadden opgenomen dat er een monitoringscommissie ingesteld zou worden, tripartiet, en die zouden dan de eerste 6 maanden, die commissie en de uitvoering van BTW zou gemonitord worden, voorzitter. Daar vragen we, en wij hadden als parlement ook aangegeven dat wij de zaak zouden monitoren. We willen van hieruit oproepen dat wij als commissie Financiën de komende dagen strakker aan de bel zullen trekken om te zien hoe de vooruitgang en hoe de zaken lopen, voorzitter. Ik wil vragen dat de commissie, zoals de wet heeft aangegeven, dat zo spoedig mogelijk in werking wordt gesteld. Dat zou bij het presidentieel besluit. Voorzitter, laten we niet een situatie hebben dat wij, en dat was tijdens de behandeling ook aangegeven, we hadden een gouden ei,
We hebben van waarbij afgelopen jaar iets meer dan 2 miljard aan omzetbelasting binnen was gekomen. En critici zeiden, ja, BTW, je kan dat mislopen. Wij stonden hier in het parlement vol verwachting en inspiratie dat het wel anders kon en dat we meer konden halen. Maar daarvoor moet er gewerkt worden. Dus we kijken en ik kijk naar een strakkere aansturing van de uitvoering van de wet, voorzitter. Voorzitter, er zijn heel wat inkomsten aan de inkomstenzijde. Aanpassingen in de matrix aangegeven door de minister van Financiën of door de regering. Maatregelen die getroffen zullen worden om de inkomstenzijde te verbeteren. Een van de zaken is aanpassing erfpacht en grondhuur, dat al een feit is. Alleen vraag ik dat we sneller met betrekking tot de inningsprocedure, dat er duidelijkheid komt in voor die samenleving. Ik denk dat mensen bereid zijn om te betalen, maar laat het duidelijk zijn. Laat het niet zo zijn dat we straks situaties krijgen dat mensen betaald hebben en toch gronden ingepikt worden. Dus dat soort situaties moeten we niet hebben en daar moet er duidelijkheid in gecreëerd worden. Voorzitter, wij hebben als commissie ons ook gebogen en de regering heeft in hun beleidsnota een aantal maatregelen aangegeven. En een van de zaken is zeker met betrekking tot inkomstenverhoging, dat is de kwestie van de inkomsten bij de importen. En daar zegt de regering zelf, waar gesuggereerd wordt dat enkele jaren terug SGS aangetrokken was. We kennen die situatie waarbij er kritieken was in de uitvoering. En de regering geeft aan dat voorbereidingen getroffen worden dit programma weer op te pakken. Daar kunnen we ons terugvinden, maar we willen concreet voorstellen. Ik moet wel zeggen dat SGS een kwaliteitscontrole instituut is. Dus natuurlijk zal daar gekeken moeten worden hun controle model, hoe dat zal werken. Maar zeker voor de implementatie dat ingezet wordt, primair te starten met een nakontrole. Voorzitter, laten we beginnen met nakontrole. Dat zal zeker de integriteit binnen het systeem aan de kaak stellen. En de wetgeving biedt genoeg mogelijkheden om daarmee te starten. En dat zou dan zo snel als mogelijk kunnen starten. Daar gaat het per slot van rekening om. Dat de inkomsten zo snel als mogelijk verhoogd worden, voorzitter. Voorzitter, dat is een van de vanuit de commissie concreet voorstel dat ook gedaan wordt richting de regering. Voorzitter, bij de commissie was ook de informatie nodig, want we hebben recentelijk internationaal fora gezien de contradictie tussen multinationals aan de ene kant en landen in schuldencrisis, dat er voorstellen, zeker door Bretton Woods instellingen, worden gedaan, afschaffing van alle vrijstellingen, of zoveel mogelijk, dat terugbrengen. Maar aan de andere kant wordt gevraagd dat investeringsklimaat wordt bevorderd. En meestal, hoe bevorder je investeringsklimaat, zeker voor de multinationals, door tax holidays, vrijstellingen in verdragen op te nemen, of tenminste overeenkomsten. Dus een contradictie. En daar hebben we zeker als commissie gevraagd, omdat wij ook naar de importen hebben gekeken in Suriname.
En naar een aantal vrijstellingen. En de regering roepen we op met de vraag: wanneer zijn de laatste belastingcontroles bij de diverse multinationals? Wanneer hebben ze die plaatsgevonden? En mede tegen de achtergrond dat het heel makkelijk is, zeker als we kijken naar wisselkoers, dat bijvoorbeeld de grootste vragers naar de vieze, bijvoorbeeld bij import, dat we zien dat er al gauw sprake zou kunnen zijn van transferpricing. Voorzitter, we vragen dat er dan ook bij dit soort oliemaatschappijen extra controle worden uitgevoerd. En wij, een van de concrete voorstellen, en ik kijk naar de minister van Financiën, president via u, voorzitter, dat er een belastingonderzoek plaatsvindt, zeker bij de grote vragers en in dit geval oliemaatschappij. Zeker om de valutastromen goed in kaart te kunnen brengen, voorzitter. Dus dat is ook een van de zaken waar de commissie zich naar aanleiding van de gesprekken heeft gebogen om concreet met een voorstel te komen. Ander voorstel is, voorzitter, wij vangen geluiden op dat er importen buiten de oliemaatschappijen die wij kennen ook plaatsvinden, voorzitter. En natuurlijk ook andere importen die plaatsvinden, of het nu schoeners zijn en noem maar op, voorzitter. Daar wordt gevraagd dat importeren van brandstof vergunningplichtig wordt gesteld, zodat die regulering in deze sector dan ook goed kan plaatsvinden. Voorzitter, een algemene opmerking hier in een ander verband gemaakt. Laten we kijken naar die dredging fee. Daar hebben we nog steeds, er zou geëvalueerd worden, er zou gekeken worden bij de introductie, dat dredging fee voor de importen en de exporten nu dezelfde overeenkomen, dezelfde bedragen zijn. Maar willen we export bevorderen, zouden we kijken of de ene, de importen dredging fee, een beetje aangepast wordt als van 6 misschien naar 7. Maar dat voor de exporten we daar kijken van 6 naar 5 te gaan, voorzitter. Dat zal zeker voor de productie bevorderend zijn. Voorzitter, andere zaak met betrekking tot de inkomstenbevordering, dat we concreet vragen. We hebben gezien dat er voorstellen worden gedaan voor in de goudsector, royaltyverhoging. En daar zijn we nu gegaan, ik geloof waar het ergens 3% was naar 4,5 en uiteindelijk zijn we nu naar 5,5. Dus er worden aanstalten gemaakt om aan te passen en zelf wordt geroepen naar 6,5, 7,5. Maar we kunnen dit soort dingen pas doen, voorzitter, wanneer de ordening van die goudsector een feit is. En daar gaat het om. Wij geven als land, en misschien moeten we dat voorbeeld van Brazilië volgen, wij geven als land concessies uit. En een concessiehouder die zou exploitatie, werkzaamheden, bedrijfsvoering moeten tonen om die bedrijfsvoering te kunnen doen. En die combinatie moet gemaakt worden tussen uitgifte van concessie en uiteindelijke productie. En daar moeten we gaan kijken dat wij niet te veel heffingen aan de voorzijde hebben, maar juist aan het eind. Dat is in de economie meest gangbare, waarbij je voor de bedrijfsvoering kijkt naar de inkomstenbelasting van zo'n bedrijfsactiviteit. Dus daar vragen we concreet in het kader van de ordening goudsector. En voorzitter,
Daar willen we de regering oproepen. En als het niet binnen een maand voor het parlement te presenteren, hoe dat zal worden uitgevoerd. Omdat we ook met een ander probleem zitten, voorzitter. En dat is dat straks komt bijkijken. En dat is een kwestie van ons mutual evaluation. Dat wij moeten voldoen. Zeker met betrekking tot de, dit soort sectoren. En zeker goudsector, voorzitter. Dat de financiële stroom in kaart gebracht moet worden. En op een correcte wijze uitgevoerd worden. Voorzitter, dan wil ik... Er zijn zo tal van inkomstenverhogende maatregelen waar de regering op is ingegaan. Daar willen we vragen dat de zaken op een correcte wijze worden uitgevoerd. Daar waar het ging om importbeperkingen op te leggen, daar vragen we de regering in heroverweging te nemen om maatregelen van importbeperkingen juist te gaan richting de-stimulering van importen, meer in de vorm van heffingen. Dan praat ik niet over importheffingen, want daar ben je dan gebonden aan de WTO-regels, maar meer naar accijnsen, zoals andere landen dat doen, om dat voor de luxe goederen dat in te voeren. En dat zijn modellen, voorzitter. Als iemand een grote boot wil importeren, laat hij maar importeren. Maar laat hij dan 200% of 300% accijns betalen, dan is dat de inkomsten van de staat, voorzitter. Dan ga ik naar de monetaire maatregelen. Voorzitter, en er is ontzettend veel. Als er één discussieonderwerp is die in dit land zo veel gevoerd is, en zelf internationaal, dan is het OMO. De mannen zouden zeggen, OMO is zo bekend geworden dat wij een raar gevoel van hebben overgehouden. En ik ga u zeggen, met de laatste cijfers, en als we kijken, voorzitter, dan gaat u een trend zien als we alleen naar de binnenlandse liquiditeitenmassa kijken, dat vanaf 2020 van die zogenaamde M2 met vreemde valuta, dat ziet u een zware stijging van 32,8 miljard naar 47, naar 69. En als je de vreemde valuta daarvan weghaalt, voorzitter, dan ziet u hoeveel SRD's er in omloop is gebracht. En dan gaat u kijken naar die koerscurve, voorzitter. Dan ziet u dat ze parallel lopen. Dus dat wil zeggen, een van de voornaamste oorzaken, en dat is niet in die nota goed weergegeven, is dat door de toename van SRD in omloop, je diezelfde curves krijgt voor je valutakoers, je wisselkoers. Natuurlijk zijn er in nota andere factoren ook aangegeven en daar staan we achter. Dus waar wij vragen concreet dat met deze situatie wij van de regering verwachten dat met betrekking tot OMO's er binnen zeer korte termijn gekeken wordt naar alternatieven. Want je kan niet zeggen per ingaande volgend maand stoppen. We geven de regering alle ruimte om met de instituten te kijken om te geraken binnen zeer korte tijd naar mogelijkheden voor afbouw. President, we roepen op. En te kijken naar andere mogelijkheden van als het gaat om alternatieven van staatsobligaties, goudcertificaten zoals aangegeven, of uitgifte van schatkistpapier. Maar
een van de zaken die hier gepresenteerd is geworden, voorzitter, voor de commissie. En dat is een wereldtrend. Ik heb het in de eerste ronde ook al aangegeven. Uitgifte van goudbullions. En dat is de trend waar we naartoe gaan. Mensen beleggen vaak in fysiek goud. En die mogelijkheden hebben we. Wij zijn exporteurs van goud. En als we dat in werking kunnen stellen en binnen twee weken dat kunnen doen, en daarvoor zijn er mogelijkheden, dan moeten we dat doen. Mensen gaan zoeken naar zekerheden. En als men zekerheid zoekt om valuta te kopen, zodra je maar op de SRD de Michael bij valuta, kan men ook zekerheden zoeken in zo'n goudbullion, omdat men weet dat dat een stabiele prijs is. En het gaat die richting al op als dekking, voorzitter. Maar ook voor de grote pensioenfondsen, voorzitter. Daar zien we dat er ook behoefte is om in waardevast omzettingen. Daar hoeft men niet te gaan richting de druk op te voeren op valuta te komen, in vreemde valuta, voorzitter. Dus daar moeten we gaan kijken naar die mogelijkheden, voorzitter. En, voorzitter, en dan met de informatie dat gestuurd is, voorzitter, met betrekking tot OMO. Het is niet conform wat we gevraagd hebben, dus we doen weer een beroep op de regering om ons gedetailleerd informatie op te sturen, hoe de veilingen hebben plaatsgevonden, wie deel heeft genomen en hoe de gunning plaats heeft gevonden. Voorzitter, en ik zeg dit, men moet niet met losse vlodders verhalen komen dat de kwestie statistiekwet dat verbiedt. Ik heb de statistiekwet door en door gelezen. Hier is er geen sprake. Het is geen ABS. Het is het parlement dat vraagt. Het is niet ABS die vraagt en dat we gebonden zijn aan de statistiekwet. Het is het parlement dat de regering vraagt om ter verantwoording af te leggen en die informatie op te sturen. Voorzitter, dus we kijken uit naar die informatie. En zeker met deze gegevens, zeker wat betreft de monetaire situatie, dat we vragen aan de regering, zoals de president hier aangegeven heeft, versterking van de leiding van centrale bank, dat we uitkijken hoe dat uitgevoerd zal worden, omdat wij ook vertrouwen moeten wekken naar die samenleving en dat als we gezien hebben wat er plaatsgevonden heeft in de afgelopen periode bij de centrale bank, in de afgelopen 3 jaren, dat wij willen we rust brengen in die samenleving dat en vertrouwen hebben, dat creëren, dan zullen we daar moeten versterken, voorzitter. Voorzitter, retentieregeling, daar is de regering duidelijk over geweest. Wij hebben daarom gevraagd naar de informatie, maar we moeten ook kijken naar onze grondwet. En in onze grondwet, als ik me niet vergis, artikel 5, daar gaat het om economische doelen. We moeten niet discrimineren tussen staatsbedrijven, multinationals en onze particuliere bedrijven. Dus daar is er duidelijkheid in gebracht. Dus we kijken uit dat bijvoorbeeld een staatsolie uitgesloten wordt, een Newmont uitgesloten wordt, een IM Gold uitgesloten wordt. Dus ik denk dat als we regeling stellen, vaststellen dat we daarnaartoe moeten werken, dat het algemeen geldt. We hebben informatie gevraagd met betrekking tot de visiecommissie. Hoeveel vergunningen zijn uitgegeven voor goudexport, voor inkoop van hoeveel vergunningen zijn. We hebben die informatie niet gehad. Maar ik kan u zeggen, voorzitter, dat het een van de bronnen is waar er kapitaalvlucht plaatsvindt, voorzitter. En daar moeten we goed op letten. En daarvoor zijn er instituten in dit land. En dat we uitvoervergunningen geven op basis van aantal criteria, voorzitter. Maar daar moet er duidelijkheid in komen. Dus die informatie hebben we gevraagd. Minister, we kijken uit dat die informatie opgestuurd wordt. Voorzitter, ik ga besluiten met één. Ik had gerekend op een half uur. Met
een onderwerp dat hier in de media ook is gekomen. En we hebben hier de financiële instellingen gehad. Voorzitter, in dit land, op dit ogenblik, wordt de koers beslist en bepaald door 4 banken. En ik wil banken niet hier bespreken, maar het zijn 4 banken die beslissen welke koers het is. Het zijn deze 4 banken die eigenlijk de trend zetten wat de koers wordt. En in dit land hebben we die discussie gehad met bijvoorbeeld andere wisselkantoren. En in bijzijn van de banken wordt bevestigd dat zij selectief gelden van de wisselkantoren opnemen. Dus we hebben hier gevochten aan een AML-wet, waarbij criteria vastgesteld wordt en hoe dat uitgevoerd moet worden voor financiële instellingen. Maar in de praktijk wordt de uitvoering anders uitgevoerd. En we praten over open markt, ook bij OMO. We praten over open markt. We zijn gestart met 5 banken. Is dat open markt, voorzitter? Is het een selectieve markt? Dus 5 banken gaan meedoen aan een zogenaamde open marktveiling. En wat deze kleine gemeenschap, zij beslissen onderling. Nu, we hebben geen wetgeving dat dat strafbaar stelt zelf. In Nederland zou men zeggen, mededingingswet en allerlei dingen komen aan te pas. Maar goed, waar het om gaat, dat 4 banken hier in dit land een koers beslissen. Die transactiemogelijkheden om dat open te gooien, daar hebben we gezien dat de monetaire autoriteit die ervoor zou moeten waken, het niet doet. Dus wij roepen op, voorzitter, concreet, dat conform en nogmaals dat er strikt gehouden wordt aan de wetten van dit land. En we hebben recentelijk nog anti-money laundering wet goedgekeurd. Dat iedereen zich houdt aan de regels. En maar dat die transacties opengegooid wordt tussen alle financiële actoren. Dat zult u zelf zien, dat er concurrentie. Dan is er sprake van open markt. Dat zult u zelf zien, voorzitter, dat koers niet door 4 banken alleen beheerst kan worden en zelf de richting en trend gegeven wordt elke ochtend, voorzitter. Voorzitter, ik wil concreet deze voorstellen presenteren en ik heb vertrouwen, voorzitter, dat met de aanpassingen en als de regering daarop ingaat, dat wij deze crisissituatie en zullen kunnen doorlopen, voorzitter, met de inspanningen van de regering, dat we weer rust, zeker op de valutamarkt, kunnen creëren. Dank u.